Hier op deze plek komen 350 woningen. Met daaronder in een prachtige nieuwe ambiance voor dezelfde setting van World of Food. Ja, best wel een klap in het gezicht. Want we waren eigenlijk goed bezig. We dachten van, we kunnen iets hier bereiken. Het is ons weer ontnomen. Het liefst gezien dat of deze flat of Hackfort, dat je een van de twee echt wel gered kon worden. Gewoon als een soort van iconisch, net zoals bij de klusflat, zeg maar. Kleiburg hebben ze ook gered. Weet je, dus denk ik, ja, als je echt wil, kan het. Maar blijkbaar... Nou, dat het doodzonde is dat het gesloopt wordt. Weer een garage weg. Bijna de allerlaatste. En ja, dit zijn toch gebouwen die karakteristiek zijn voor de Bijlmer. Hierachter was de flat Develstein. En toen ik in 1975 uit Suriname kwam, toen zijn we hier gaan wonen. Ik heb hier 14 jaar gewoond. En het is elke keer jammer dat er onvoldoende bedacht wordt van hoe je zo'n gebouw kan hergebruiken met behoud van een soort van geschiedenis. Is het niet haalbaar of niet interessant genoeg om het te renoveren en te behouden voor als erfgoed, zeg maar? Nou, wat ik persoonlijk zou hopen, wat ik leuk zou vinden als, en dat is echt iets voor de stad, dat de stad er ook over na moet denken, dat er toch weer een locatie gaat komen wat we nu eigenlijk al hebben. Misschien in een betere fase, dat het er beter uitziet, dat het er beter gepresenteerd wordt voor ons. Dat we toch weer wat kunnen betekenen voor de mensen hier in Zuidoost. Want we ontnemen weer iets van de mensen uit Zuidoost. Ondernemers hebben dus de garantie om mee te gaan naar, wij noemen het World of Food 2.0, in een hele duurzame omgeving hun bedrijf voor te zetten. Niet meer tijdelijk, zoals ze nu hebben getekend, maar permanent. Terugkomen is weer heel met een grote vraagteken erachter van wat is terugkomen? Tegen welke prijs mogen we terugkomen? Dat wordt nog niet over gesproken. Er worden zoveel beloftes gemaakt en er zijn de afgelopen tijd te veel beloftes gemaakt. En je hebt er geen belief meer in, eigenlijk. Hm.